Ja, dat was de trouwerij. De bruidegom was neergeschoten. Ja, was de bruidegom neergeschoten. Maar ze waren hartstikke blij, want ze waren getrouwd. Gingen zelf beschieten. Bruidegom neergeschoten. Ja, kut. Klote trouwerij. Werd geen picknick. Ja. Nee, maar daarom, dit soort dingen moet je niet boos over worden. Dan moet je lekker laten gaan zoals het gebeurt. Darwinisme, die zorgt vanzelf voor de dingen, weet je wel. Het enige wat je moet doen is uit de buurt blijven van een fucking bruiloft waar ze inderdaad met wapens gaan lopen knallen. Ja. Dat is, ja, met wapens knallen, uit vreugde is het toch? Dat deed, ja, dat waarom? Deed, laten we... Ja, nou ja, dat deden de cowboys deden dat ook, als ik die filmpjes mag geloven. Ik zit wel eens een cowboy film te kijken. Maar dat is het denk ik. Ik denk niet dat de cowboys echt deden. Ik denk dat het vooral de films zijn. Waarom niet? Maar... Waarom wel? De kogels waren duur. Gewoon omdat het geld verbrand is. Dat hadden ze toen al in hun genen. De cowboys hadden niet zo heel veel geld. Het is altijd al hetzelfde gebleven. Het is gewoon geld verbranden. Die jongens zaten op een prairie met een blik bonen en nee, je moet geld verbranden. Want dan heb je weer een reden om kogels te maken. En zolang je redenen hebt om dingen te maken, dan kan je geld blijven verbranden. En dat dan gewoon tot in een treuren. En dan... Jij pleit nou voor in de lucht schieten. Ja. Maar wij doen het toch ook één keer in het jaar met nieuw. Ja, dat is hartstikke mooi. Gewoon gaat voor zijn shit opblazen. Hutskee. Nee, ik hoop het nog. Oud gebruik. Maar vind je niet mooi dat mensen dat doen allemaal zo? Ja, zeker. Wat vind je ervan dat ze dat willen verbieden? Nee, schand. Schand, hè? Ja. Schand. Ja. Ik vind dat de meeste dingen van dat soort dingen die verboden worden, schand. Ja. Je moet niet zoveel verbieden. Maar ja, daarom ook mensen die met wapens in de lucht kunnen schieten en zo. Het zou toch mooi zijn als het hier ook zou kunnen? Dan ben je pas echt vrij. Ja, ben echt vrij. Als je de bruidegom kan neerknallen, dan klaar. Dan mag je nuks een vrouw, ben je koning. Nee, dat zegt dus NRA in Amerika ook. Hè? Dat mag dus niet. Hoezo mag dat niet? Dan beroof je iemand. Wat dan? Van het leven. Ja, maar ja, oké. Okay. Maar ja, dat op het moment dat gebeurt... Je mag geen dingen stelen. Je mag ook geen leven stelen. Ja. En per ongeluk? Ja, per ongeluk, dat is altijd discutabel. Dan moeten we toch een soort van raad gaan vormen die dan gaat beoordelen. Heb je weer een rechtbankje? Val dat te claimen, weet je wel. Die per ongelukkigheid. Is dat een mooie term? Per ongelukkigheid. Per ongelukkigheid. Maar dan ga je weer rechters kweken. Mag ik een scenario schetsen? Want in zo'n geval van zo'n wapen zijn, dan zeggen van ja, je bent gewoon kneus, je had geen wapen moeten hebben. Ik schiet jou nu ook in je voet, in je hoofd, in je knie, weet ik veel. Maar stel, hè, je hebt dus bijvoorbeeld dan een potje augurken die gewoon heel moeilijk open gaat. En jij staat met een partijtje trekken aan een potje augurken alsof je fucking leven eraf hangt. En iemand loopt net zeg maar die kamer binnen op het moment dat jij zeg maar die pot loskrijgt van het potje augurken. Maar dat gaat helemaal fout, weet je wel. En jij schiet gewoon met je arm naar achteren en smekt gewoon iemand vol in zijn voorschedel op zijn slaap. Met dat dekseltje van die potten augurken. Die flikt gewoon kapot neer. Je zou er bijna een beeld bij krijgen of Joost of niet. Ik heb al een beeld bij. Ik zit te kijken hoe ik als advocaat zou kunnen verdedigen. En dat is een lastige. Ja, weet je wel. Dit wordt een... Hoe per ongeluk die ook is. Maar dit ga je... Neem je deze klus aan als advocaat zijn. Hoe schat je kans in? Ik schat de kans al laag. Nee, ik had moeite met mijn potje augurken krijgen. Ik moet er nog even een nacht over slapen voordat ik deze task op me neem. Wacht even. Dit is lekker lopen. Nee, maar ja, dan zou je zeggen van ja, dan moet je ook gewoon gesmekt worden op de slaap met een potje augurken. In de hoop dat ja, als God van je houdt, dat je het overleeft, weet je wel. Dat zou je dan zeggen. De oog om oog, tand om tand. Ja, dat is het enige wat. Want ook per ongeluk, dan moet je zeggen van ja, dan luister dat jij zo zuigt in het openen van de potje augurken dat mensen dood voor gaan. Dat is dan echt wel een erg probleem. Dat is erg wat. Je hebt gewoon gefaald in het leven, maat. Als dit het ding is waar je op vastloopt in het leven. Maar als je dat eerlijk toepast, denk ik dat mensen ook zelf ook zeggen van ja, nee, klopt. Zelf ook zoiets van ja, ik snap ja, het nee, ja. Dit kon ook niet. Kom maar op met een potje tegen mijn slaapbaan. Zal Hamas dat nu zeggen? Krijgen ze straks een bommenregen in Jericho? Dat ze ook zoiets hebben van ja, deze hadden we verwacht. Wacht even. Knap gemikt. Als ze het niet hadden verwacht, dan hebben ze echt een IQ-probleem.